Hallo iedereen, dit is Noah en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie assumptions lezen. En voor degenen die niet weten wat dat betekent, dat zijn dus dingen die jullie over mij denken, maar waarvan jullie niet echt weten of dat nu waar is of niet waar. Of zo wat indrukken die jullie van mij krijgen, zo van die dingen. Dit soort video's zijn echt al super populair nu op YouTube. Avery Ovard, een Amerikaanse YouTuber, is daarmee begonnen. En vanaf dat ik het zag, wou ik het echt super graag doen, maar ik heb het altijd een beetje voor mij uitgeduwd. Ik ben vooral heel nieuwsgierig, maar ergens heb ik toch zoiets van, wat gaan jullie over mij denken? Laten we vooral beginnen met de eerste assumption. Je was heel populair in het middelbaar. Ik had niet echt veel vrienden in het middelbaar. Ik had mijn standaard vriendengroepje, een paar vrienden daarbuiten, maar het is niet dat ik echt iedereen van het middelbaar kende. Iedereen op mijn school wist wel wie dat ik was, gewoon omdat ik YouTube-video's maakte. Dus vooral in de laatste 2 jaar van het middelbaar veel gebeurd wat dat met mij te maken had. Dus er waren wel veel mensen op school die mij kenden of die wisten wie dat ik was en wat ik deed. Maar het is niet dat ik echt heel veel vrienden had. Dus, je moest in het middelbaar nooit veel leren, behalve voor wiskunde. Dit is echt zo hard, niet waar. Ik heb echt geknokt. Ik had 3 jaar fysica, ik heb daar superveel voor geleerd. Chemie ook superveel voor geleerd. Uiteindelijk vielen die examens voor mij echt supergoed mee en dat was echt heel fijn. Maar ik heb in het 5e en zeker in het 6e middelbaar echt moeten knokken voor de punten die ik heb gehaald. Wat mij nu heel goed is uitgekomen, want ik heb wel echt geleerd hoe dat je moet studeren. En daarom ben ik nu in het hoger, denk ik, ook op al mijn vakken erdoor, omdat ik weet hoe dat je moet studeren en dat die discipline daar moet inzetten, omdat je er anders gewoon niet door geraakt. En ik denk dat er zo wel veel in het hoger onderwijs even tegen een muur lopen. Maar ik ben niet tegen die muur gelopen, want ik ben al tegen die muur gelopen in het middelbaar. Snap je wat ik bedoel? Je bent heel gevoelig en iemand die zich snel aan iemand gaat hechten. Dat is waar, ik ben echt een supergevoelig persoon. Ik word redelijk snel gekwetst. Ik denk heel veel met emotie na en soms veel minder rationeel. En dat zou ik misschien iets vaker moeten doen. I don't know. Maar ik ben echt een emotiepersoon. Ook als ik ergens in geloof, dan steek ik daar al mijn emotie in. En soms is dat niet zo goed. Ik heb dat bijvoorbeeld ook bij politiek soms. Dus ja, dat zou ook iets minder mogen naar mijn eigen goesting. Maar ja. Je moest verplicht van je ouders ASO doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat als ik echt TSO of BSO zou willen gevolgd hebben, dat ik dat wel mocht. Maar ik denk dat ik dat zelf ook niet wou, omdat ik gewoon nog niet heel goed wist wat ik wou doen. En omdat ik altijd tot zeker tot aan het 4e middelbaar goed ben geweest in wiskunde, wetenschappen, talen was ik ook altijd goed in. ASO was echt wel mijn plaats en ik heb wel in het 2e middelbaar even getwijfeld om in het 3e een sportrichting TSO te gaan doen. Maar mijn mama was ook zo'n beetje van zoek dan een sportrichting ASO, omdat je nog niet zeker bent of je echt in de sport wil verder gaan. Je bent sociaal, maar ook graag eens alleen. Dat is echt zo waar. Ik ben echt een sociaal dier en ik wil altijd bij vrienden zijn of zo van die dingen. Maar s'avonds heb ik ook even mijn tijd alleen nodig. Of gewoon eens in de vakantie een dagje niks doen. Ik hecht er echt superveel waarde aan om gewoon even op mezelf te kunnen zijn. Gewoon even iedereen weg. Je bent geen volger, maar ook niet echt een leider in een groep. Niet waar. Ik heb een redelijk sterke mening als ik in groep moet werken, wat soms ook wel slecht is, dus ik probeer daar ook wel op te letten. Maar ik ben wel vaak iemand die de leiding neemt, ook in een groepswerk die zegt, kom aan mannen, we moeten echt beginnen, of zo van die dingen. Ik neem daar wel redelijk vaak het initiatief in. Dat je je niet schaamt voor je acne. Semi waar, semi niet. Ik ben daar soms echt heel onzeker over en zeker nu dat nog erger begon te worden. Ik heb dat echt wel wat achtergehouden. Ik heb ook video's gefilmd dat ik dan uiteindelijk mijn hoofd zag op camera en dat ik dacht, wauw nee, dit is echt niet mooi gewoon. Ik voelde me zo onzeker dat ik gewoon die video's heb verwijderd, die zijn nooit online gekomen. Dat is ook vaak de reden dat ik soms gewoon niet uploadde, gewoon omdat ik mijn hoofd zag nadat ik een video had gefilmd en dat ik dacht van, dit kan ik niet online zetten, want ik voel mij gewoon hier niet goed in. Ik heb het wat meer leren accepteren, maar ik ben ook naar de dokter gegaan en heb nu pilletjes voorgeschreven gekregen. Ik hoop dat dat een beetje gaat helpen. Het is al wel aan het helpen, maar ik wil het natuurlijk gewoon helemaal wegkrijgen. Ik wil mij ook wel echt super graag openstellen naar jullie, maar het is wel echt iets heel gemakkelijk waar dat mensen die mij niet leuk vinden op kunnen haten. Als er haters zijn die iets zoeken om over te commenten, gaat het vaak over mijn acne. En ik begrijp dat ook wel, dat is een gemakkelijk onderwerp om iemand op af te vitten. Maar dat heeft mij soms ook wel echt onzeker gemaakt, omdat dat echt iets is waar ik totaal niks aan kan doen. Dat je de erge dingen die je meemaakt heel hard uitvergroot. Toen ik dat daarnet las, was ik echt even stil. Dat vond ik echt moeilijk om te lezen. Ik probeer dat onderwerp bespreekbaar te maken op mijn kanaal, op mijn andere sociale media. Ik wil dat heel graag dat ik daarover kan praten. En ook gewoon om aan mensen die hetzelfde als ik meemaken te laten zien van hé, je mocht hierover praten. Het is geen taboe om te
babbelen over je problemen of zo. En nu wordt het dan zo snel gezien van je vergroot het uit. Maar dat is totaal niet mijn bedoeling. Een ouder die sterft, dan kun je gewoon niet beschrijven wat je op dat moment voelt. En ik denk ook niet dat mensen dat kunnen begrijpen als ze dat niet hebben meegemaakt. Dat is geen verwijt naar iemand of dat is ook niet zeggen van wacht totdat jij het meemaakt. Maar het is gewoon zo, als je het niet meemaakt, kun je niet weten hoe het voelt. Dus ik denk niet dat het aan iemand anders is om te beslissen dat ik het te hard uitvergroot. Omdat dat gewoon iets is wat je leven voor altijd zal tekenen. En ik zal altijd degene zijn wiens papa overleden is toen ze 16 jaar was. En ik wil daarover blijven praten, want dat is iets wat echt een groot effect heeft op mij en ook op mijn hele leven gaat hebben. En er zijn ook superveel mensen die dat ook hebben meegemaakt. Ga maar eens kijken bij de comments onder die video van ik ben mijn papa verloren. Superveel mensen. En die ook zeggen van dat het echt goed doet om mij daarover te horen praten, dat ze niet alleen zijn. En alleen dan daarom wil ik over dat onderwerp blijven praten. En mensen die denken dat ik het dan uitvergroot, so be it. En dan denken ze dan maar, als ik er maar gewoon iemand mee kan helpen, dat je misschien wel bi bent in plaats van hetero. Dat vond ik echt een heel interessante. Gewoon omdat van mij zo oppervlakkig te kennen, zodat mensen dat ervan zouden kunnen denken. Ik ben tot nu toe altijd op een jongen verliefd geweest. Natuurlijk kan ik meisjes wel knap vinden, want ik denk dat iedereen van hetzelfde geslacht iedereen wel knap kan vinden of zo. Maar echt verliefd worden op een meisje, denk ik niet persoonlijk dat bij mij kan gebeuren. Maar ja, je weet dat natuurlijk nooit. Maar ik denk niet dat ik bi ben. Je mist je middelbare school niet. Laten we daarmee afsluiten. Inderdaad. I don't miss it. Mijn docenten op mijn middelbare school waren wel echt super lief. Alleen de leerkrachten noem je dat dan. Maar ik heb daar gewoon niet zo heel goede herinneringen aan, dus... Well. Laat even in de comments weten wat dat jullie de gekste assumption over mij vonden. Waarvan jullie dachten van, dat denk ik echt niet. Dat jij dat zou zijn of zo. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker geen like achter te laten. Dat zou ik echt super leuk vinden. En te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie heel graag terug in een volgende video. Bye guys. I like the way that her eyes shine in the sunlight. Even the moonlit glitter of a smile just as wide as the Grand Canyon. But I love her to Pluto and back. And even more so than I say, so never be a